Kijk dan. Ja hoor, al het brood. We gaan, let's go! Goedemorgen jongens en meiden, welkom weer bij een nieuwe vlog. Er staat op het punt iemand gelijk om de deur uit te gaan. Hey. Zo, wat ben ik blij. Ga kijken. Hey, doei! Lekker geslapen op de bank? Gast, was heerlijk. Lekker bankje hoor. Mooi. Nou, doe je. Met mijn fucking trui aan. Ja, die is mooi hè? Ja. Doei! En later! Ja! Wat heb jij een mooie jas aan? Van wie heb je die? Dankjewel Gio, heb ik gekregen. Mag valt het houden. Oh ja, dat dacht je hè? Nee. Ik heb een mooie jas gekregen omdat ik geen jas bij me heb. En we gaan iets doen waar we wel een jas voor nodig hebben. Ja, zoals je kan zien, ik heb ook mijn jas aan. Goedemorgen nogmaals jongens en meiden. Kinders, we zijn de deur uit gegaan. En eigenlijk moeten wij ook gelijk de deur uit, want... Oh, wacht. Ja, deze moet ik ook meenemen. Want we gaan dus iets leuks doen inderdaad. We gaan flink de boot in vandaag. In plaats van 2 dagen thuis zitten en daar chillen en gekke dingen doen, gaan we ergens anders wat geks doen. Yes. Yeah. We gaan naar Antwerpen, we gaan de grens over. Yeah. International. Yeah. I'm going there. Ik ook. Zijn wel een beetje moe. Staat hij dan? Hij is niet ondergekrast deze keer. Nee, dit zat er al op. Joh. Ah, Gordon! Ik hoef lekker zelf niet te rijden. Wat Gordon! Ja, zo. Wat een kut weer. Kut weer. Weer. Even goed wakker worden. Komt ie. Wat lekker dit. Ja, hij is nog koud, dus we gaan niet reffen jongens. Nee, dat straks. Kunnen we beter niet doen. Lekker. Nou, we gaan dus op naar Willebroek. Het was geen Antwerpen. Het was ja, Willebroek. Ja, het is geloof ik, het valt onder gemeente Antwerpen of zo. Oké, het zal er vast ergens naast liggen. We moeten gewoon naar het buitenland, daar komt het op neer. We zitten in België. En kijk eens even wat een lekker weer het is. Het is gelukkig zonnig, want we gaan dus straks het water op. Ik heb nog niet verteld wat we nou precies gaan doen, maar we gaan dus met een boot die... Hoe hard kan die, zei hij? Meer dan 200 km per uur over het water. 200 km per uur. Dat is zeg maar wat Don altijd met zijn auto rijdt, maar dat gaan we dus straks met een boot doen. In Duitsland. Ja. Nee, maar ik heb er super zin in. Het is dus lekker weer, dus dat is mooi. En we staan nu in België. Ik heb dus net nog eventjes snel boodschappen gedaan. Ik had alleen jammer genoeg mijn camera niet mee, maar er hing zo'n... grimmige sfeer in de supermarkt. Ook allemaal mensen met handschoentjes aan, mondkapjes op. Maar we hebben wel onze dingen. Nou, zure druiven. Zijn ze zuur? Oh. Maar het was niet gezellig in de supermarkt. Oh, wat lekker. Ja, die druiven niet zeggen. Nee. Ik kocht een worstenbroodje, stond er. Maar dit is toch echt overduidelijk een frikandellenbroodje. Zijn dit dan worstenbroodjes in België? Nee toch? Dat heet toch ook gewoon frikandel hier? We zijn dus binnen hier tussen de boten. Er werden net al een paar dingetjes uitgelegd. Ik sta nog steeds met mijn broodje in mijn hand. Maar dit is dus de boot waar we straks mee gaan varen. En kijk eens even wat een super lijpe boot. Hier gaan we dus straks... Nou, we gaan waarschijnlijk de 200 niet aantikken, maar dit is wel een hele zieke boot. Check die neus, jongens. Wajo! Dit is echt lijp. De boot waar ik nu op sta, is dus het onderstel van de boot van John Olsen. En kijk eens even wat een bizar lijp ding. De schermen hier, de stoeltjes hier... De kleur is ook echt wel dik. Tering, wat een ding. Wat een ding, hè? Dat is echt lijp, man. En hier komt dus een... Wat zei je nou net? Een tv komt hier uit, hè? De tv komt hier op aan. Oh, die komt hier op. Die komt hier gewoon op. Dus die gaat ook helemaal in, inderdaad. Oh, dan heb je hier ook nog... Dit is trouwens Bobby, hij helpt ons. Hallo. Ik sta nu op de punt. Je ziet hier de andere boot liggen waar wij er straks mee gaan varen. Maar je kan hem hier dus echt ultiem chillen. En dit is allemaal gebouwd in 2 weken dus blijkbaar. Kom hier ook gordels op, zeg maar? Nee. Dat niet. Ja, Steven, je vliegt er af of zo, toch? 150 ligt hier. Het is inderdaad gewoon bedoeling, je moet gewoon blijven zitten. Oké, okay, ja. Maar waar moet je aan vasthouden? Aan elkaar dan maar. Ik denk, ja, dan moet je gewoon niet hard gaan inderdaad. Dat is gewoon een mooie mat, nou, dus je gewoon goed vasthouden. Je mag mij goed vasthouden. Ja, dat is beter. Het hart van de boot. Daar komt ie. Sick. Soort van alsof je je motorkap open doet van de auto. Kun je zo'n ding eigenlijk ook in een auto leggen als je het ombouwt? Tuurlijk. Ja? Ja? Wow, dan ga je echt wel heel hard. Ja, dat denk ik ook wel. De boot waar we straks mee het water op gaan heeft ook geen gordels, maar jij zei net wat? Ja, nee, ja. Wat ik aan het zeggen was, als je crasht met een boot zoals deze, ja? Is het best dat je gewoon echt uit de boot vliegt. Nou, dat is goed nieuws. Straks kan lekker het water op. Geen gordel met 200 km per uur. Ja. We gaan op zo de boot uit een meter. Je kan toch zwemmen, hè? Ik heb geen diploma's. We printen wel een diploma. Wat een ding, jongens. Hey bro,
Leuk dat je me meevraagt naar dit soort dingen, maar straks gaan we allebei dood. Ja, nou, twee YouTubers dood, tenminste een keer. Tenminste een keer wat anders op het nieuws dan corona. Ja, dat is waar. Er wordt hier een GoPro geplaatst, maar hij blijft dus wel gewoon zitten met de snelheid die we gaan pakken straks. Ben je niet bang om die te verliezen? Ja, ik ben er al 13 kwijtgeraakt, dus... Zo. Holy shit, oké. 13? Ja. Nou, ik ga dus eerst hier zitten en dat hier tegenover me wordt de plek van Don. Dit gaat echt wat worden, denk ik. Als je nou meer informatie over deze boot wilt zien of wat dan ook, dan moet je even de vlog van Don morgen kijken, want daar wordt nog veel meer over uitgelegd. Dankjewel. Alsjeblieft, ik maak even promotie voor je vlog. Goed, dankjewel, jongens. Elke dag vlog van 5 uur. Ja, hier gaat de andere GoPro. Ja, de gasten, het worden vette shots, want we hebben hier een GoPro, hier. Ja, ik film daar, oh, we kunnen vier hoeken hebben. Oh, joh. Dit is wel sick, hoor. We hebben onze vestjes aan, we zijn helemaal klaar om te gaan. De regen is goed gestopt, dus we kunnen niet naar buiten. Daar gaan we. Hey. Als dat maar goed gaat. Kijk eens. Prima weertje. Oh. Zo, echt prima weertje zo. Nou, het gaat zo nog even 10 minuutjes regenen en daarnaast de hele middag droog. Ja, daar gaan we. Kijk, San, we worden hierin gelegd. Ik hoop dat we niet zinken. Nee, waarom zouden we zinken? Je weet maar nooit. Een boot. Oh, hij gaat wel zinken. Zie je, kijk. Ja. Oh shit. Hey, zeg nooit nooit. Ja, durf je hand tussen. Ik laat je handen bij. Ja. Nou, klep weer dicht. Hou jij je klep eens dicht. Ja. Daar zitten we dan. Ben je er klaar voor? Kijk, ja, hoe blij zijn we. Ja, dat is toch vet? Ja. Oh, moet nog klein dingetjes gedaan worden. Dan kunnen we dus echt daar naartoe. Ik voel me echt een jongetje. Dat ben je ook. Ik weet niet eens of ik verstaanbaar ben. Maar het gaat leuk worden. Oké, okay. Ready? Het is tijd om te passen. Daar gaan we. Let's go. Wat is je kanaal nou? Hashtag blijf horen, abonneren, doe maar. Ja, ja, ja. Zo, we gaan weer terug de haven. Nou, tering, geen woorden voor. Woo! Zo, ga jij me nu ook even laten gillen nog in je auto? Of, gaan we gelijk optrekken? Zo, ja. Komt ie even. Zo. Ja, ik vond die boot toch wel leuk, hoor. Zo, jongens, we hebben dus net echt, ja, precies over dit water hiernaast gevaren. Het was super sick, zoals jullie zagen. Die boot, wat was de prijs dan van die boot? 360.000 euro. 360.000 euro. Nou, en dan heb je wel wat, hoor, want ik heb me helemaal kapot gelachen om Gio's kop. Ja, het is wel echt een bizarre boot, maar kan je nagaan, dat is gewoon nog duurder dan... Het is gewoon net zo duur als een huis ook, het is echt bizar. Maar wij gaan eventjes wat eten halen, want we hebben honger. Echt. Niet normaal. Pauperbellig, jongen. Wat de fuck is hij aan het doen? Bumperkleven. Je mag hier maar 30, ik rij al 40. Zit hij om mijn kont. Dan kan ik zo slecht tegen, gas. Daar ben ik echt boos om. Dit is Don als de camera uitstaat. Dat ben ik altijd. Gas, wat doe je, gas? Trap gewoon voor op je rem.
Nee, dat is zo lullig. Nee, heb ik weer een deuk in mijn bumpers. En een goede video. Ja, jij vooral, ja. Er bleek dus op heel veel plekken een tekort te zijn aan wc-papier. Dus, ik weet niet of het hier ook zo is, maar dat gaan we zien. Of moet je reeds schoon spuiten met zo'n spuiter in de pot? Ja, of elke keer onder de douche gewoon. Laat daar staan, dat hebben we nog. Ja hoor, kijk dan. Ja hoor, al het brood. Gast. Wat? Kijk dan, al het fruit. Dit ook allemaal, gast. Holy shit. We mochten eigenlijk geen foto's maken of filmen, maar... Bam. Heftig. Kijk dan, dit ook. Heel veel is weg. Al het vlees is weg. Dit is allemaal weg, gewoon. Al het vlees. Al het wc-papier, jongens. Check dan. Ja, dat is wel een scheerschuim. Ja, dus voor je vieze kont daar. Kijk, ik zou dus allemaal wijn inkopen om mijn verdriet weg te drinken. Ja. Niet zo wijn, joh. Maar ik ben blijkbaar een van de enigen. Want dit staat er wel nog allemaal. Nou, zullen wij alles leegkopen? Ja, kom. Ons helemaal de dood te zuipen, stel allemaal dood gaan aan het sterven. Zo, we hebben hele belangrijke inkopen gedaan. Het allerbelangrijkste ligt bovenop. Want hé, dat is natuurlijk best wel belangrijk. Ja, vooral met jouw leven. Wat let op, ik heb een trucje. Voor als je boodschappen hebt. Hop, hop, hop. Waar zit die? Hij werkt lekker, hoor. Nee, wacht, hij moet hier zitten, wacht. En... Nee, echt, werkt lekker. Kut Audi. Zo. Inkoop zegt, hé, mijn string ligt hier nog, gast. Ja, we hem hebben. Ja. Ja, deze moeten we wel bij ons houden. Ja. Oh, grimmige kut zou je daar binnen, joh. Echt, hè, ik zei het. Er hangt echt een heel naar sfeertje daar binnen. Er werd ook eigenlijk tegen ons gezegd, daarom fluisterde ik net, daar filmde ik een beetje onduidelijk van. We hebben liever niet dat je hier foto's maakt. Nou, ik maak sowieso geen foto's. Ik heb toch even een paar dingen laten zien. Ton heeft dus net zijn auto helemaal vol getankt. Maar ook letterlijk alle olieprijzen en alle prijzen gewoon waar je bij tankt. Vind ik ook. Hoe gaan we vanaf nu zo praten? Oké, alle olieprijzen die zijn dus ook flink gedaald. Dus daardoor is tanken nu een stuk goedkoper. Ook allemaal gewoon door het virus. Wij zijn weer terug bij de Erasmusbrug. Don, gooi eens even een rap. Een rap? Ja. Moet ik een rap gooien? Ja. Oh, een rap of een rap? Een rap. Oh, een rap. Gio mist zijn ex. Want hij kan alleen maar denken aan de seks. Hij weet ook, hij wist dat ik over zijn ex ging rappen, daarom vroeg hij het. En niet dit eruit knippen, teringlijer. Anders lijk ik weer de boeman. Dit is dus een van de redenen waarom ik ook deze grap al weg wil doen. Die kat durft er dus niet af. Ik moet hem echt tillen gewoon. Kom, kom. Nee, ga je het zelf doen? Ik zeg het al zo lang dat ik hem weg wil doen, ik heb het nog steeds niet gedaan dus. Maar hij durft er gewoon niet af. Kijk, 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 dit bedoel ik. En onhandig. Ja! Oké, nu kan je wel. Bam! Kijk wat ik thuis gestuurd gekregen heb. Dit is dus voor mijn aquarium wat er natuurlijk aankomt. Die katten vinden het helemaal interessant. Kijk dan, ik heb een Nemo visje gekregen. Ik heb dit gekregen, een soort van onderwater. Ik heb geen idee wat het precies moet voorstellen. Oh, hij heeft een schatkist vast. Oké, dat is super gaaf. En dit, kijk, dat is ook gewoon een helm waar je mee onder water kan dus. Ik weet dus alleen niet of dat kan in mijn aquarium. Het is echt wel nice. Alleen moet ik het nog eventjes bewaren natuurlijk. Want het duurt nog anderhalve week voordat het aquarium gaat komen. Don heeft even, in plaats van bier, een smoothie gemaakt. Ja man, lekker, ja, normaal man. Maak ik altijd bier. En nu een smoothie, om 1 uur s'nachts. Nou, dit is even top. Hé, hey, gaat er ooit nog een dag komen dat jij mijn huis uit opdondert? Ik vraag net aan jou, wil je dat ik naar huis ga? Een paar uur geleden vraag ik aan jou of ik naar huis ga. Zeg jezelf nee, blijf maar pitten. Ja, ik vind het wel gezellig, man. Ik wou net zeggen, ik maak me verdiend. Ah, jongen toch. Ja, we zitten allemaal autofilmpjes te kijken. Dit is een R8. Wordt dit mijn nieuwe auto? Goeie titel. Het zou wel vet zijn, man, een R8. Ja, dat wel. Het snelste. Maar ik zou eerder een Ferrari 458 kopen. Wij gaan dus weer naar bed. Don blijft dus slapen, zoals ik net al verteld heb. Ga je in mijn bed slapen of niet? Dat vind ik gezellig. Ja, op de bank, bij jou, in je studio, wat wil je? Ja, maar het klinkt wel een beetje gay als ik zeg je mag bij mij in bed slapen. Dat klinkt wel een beetje... We hebben al 2 nachten samen geslapen. Ja, oké, dan mag je nog gewoon bij. Is het scheepsrecht? Ja, is cool, man. Maar jongens en meiden, wij gaan dus lekker naar bed. Ik wil jullie enorm bedanken voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vond je hem leuk. Morgen is er natuurlijk om 5:30 weer een nieuwe vlog op mijn kanaal. En ja, ik heb een hele... Dus deze tandpasta staat veroorzaakt corona.
tot morgen om half 6 bij weer een nieuwe vlog. Ik hoop dat je deze vlog leuk vond. En dan zeg ik nu tot morgen en later.